We zitten nu al een tijdje in deze crisis en er is al van alles gebeurd. We hebben al heel veel slechte momenten meegemaakt, heel veel goede dagen, goede weken zelfs. En ook deze week ziet er eigenlijk al best positief uit. Twee groene dagen, heel erg groene dagen zelfs. En vanuit het dieptepunt zijn we inmiddels zelfs alweer 20% gestegen. Dus we zitten weer in een bull market. Nou, en daar wil ik het deze video over hebben. Over die bull market. Wat we nog kunnen verwachten op de korte of op de lange termijn. En ik behandel twee aandelen. Te weten Basic Fit en Carnival Cruise Lines. Om te gaan kijken welke effect het heeft op het bedrijf. Hoe de cijfers erbij liggen, welk laatste nieuws daaromtrent die bedrijf is en wat dat dus voor impact kan hebben op de toekomst van dat bedrijf, in ieder geval zoals ik het zie. Nou, laten we niet langer wachten en beginnen met deze video. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Zoals je zegt, zit al een tijdje in een crisis. En twee weken geleden zaten we zelfs nog in een bear market. Oftewel een berenmarkt in het Nederlands. En dat wil zeggen dat we vanaf het hoogste punt minstens 20% gedaald zijn in een korte periode. Maar sinds dat moment, dus 15, 16 dagen geleden, dat was eigenlijk het dieptepunt, zijn we weer flink begonnen met stijgen eigenlijk. En zoals gezegd, zitten inmiddels weer in een bull market. Oftewel, we hebben weer 20% stijging gezien sinds dat laagste punt. En een bull market is dan weer de stierenmarkt in het Nederlands. En een fun fact of ezelsbruggetje hiervoor is dan ook een bear market, de berenmarkt. Een beer slaat zijn prooi meestal naar de grond, terwijl juist een stier, de bull market dus, zijn prooi eigenlijk op de horens neemt en omhoog gooit. Dus dat wil zeggen, een bear market gaan we naar beneden, een bull market, stierenmarkt, gaan we juist weer omhoog. Maar juist door deze flinke daling en tegelijkertijd ook weer flinke stijging is de vraag natuurlijk, zitten we op dit moment dan misschien wel in een bull trap? Wat dan weer eigenlijk vertaalt naar een stierenval, omdat we eigenlijk dus die mensen, de investeerders die erin geloven, omdat het allemaal weer goed lijkt te gaan, we zien de toekomst weer rooskleurig tegemoet, of die niet eigenlijk in een val lopen, is het echt het moment dat het weer gaat stijgen of komt er nog iets ergers, een flinke daling achteraan? Op mijn Instagram heb ik deze vraag ook gesteld en wil je die trouwens volgen hieronder, @eenpassiefinkomen. Op Instagram kun je ook altijd meereageren in dit soort dingen en zie je veel leuke andere informatie die ik daarop deel. En van de 260 mensen die reageerden op deze poll, denkt uiteindelijk 77% dat het een bulltrap is. Oftewel dat jullie denken dat het dus niet het einde van de crisis is, maar dat er nog een tweede flinke daling achteraan komt. En dat is dus eigenlijk ook het geval bij een bulltrap. Het idee is dus dat er eerst een flinke daling komt, dan is er weer wat opleving en vervolgens komt er nog een grote klap, nog een flinke daling. En dat gebeurt dan altijd als we denken dat alles weer voorbij is, dat alles weer terug naar het normale gaat. Dat denken we nu ook, want we zien alles heel positief tegemoet. In ieder geval de beleggers zien alles heel positief tegemoet, omdat het virus in ieder geval in verschillende landen lijkt af te vlakken. Dus dat we het hoogtepunt misschien wel ongeveer bereikt hebben. En daarmee hopen ze dus ook dat de beurs zijn eigen gaat herstellen. Maar als we gaan kijken naar dit grafiekje, zie je eigenlijk de emoties of hoe de beurs vaak verloopt in een bepaald patroon. En dit begint dus met een lichte stijging. Met het moment dat de mensen eerst de mensen zich beginnen te verkopen. Maar na de rand gaat het stijgen. Naar veel harder stijgen. Totdat we echt op het hoogtepunt zitten. Dan komt dus die bulltrap. En pas als we dat die stijging weer hebben gehad. Die kleine 10-20% stijging. Dan komt de echte klap pas weer. Waarna we dus echt weer corrigeren naar een punt waar we het zouden verwachten op de lange termijn. En dit is vaak zo bij beurscrashes, zeg maar. Maar ook bij Bitcoin zag je ongeveer dit soort grafieken. Maar laten we dan niet naar Bitcoin gaan kijken, maar juist naar de beurs. En pakken we dan de laatste drie crashes, zeg maar, die ik heb meegemaakt. In ieder geval, ik heb ze niet meegemaakt, want ik was toen nog heel klein. Maar ik was in ieder geval wel geboren in die tijd. Laten we achteraan beginnen bij de crisis van 2008. Hier valt die niet direct heel erg op. Maar je ziet wel vanaf het hoogtepunt zien we een flinke daling. Dan leeft het alweer een stukje op. En vervolgens komt er dus een hele harde klap, waardoor we echt hard naar beneden gaan. En je ziet dus hier ook dat er makkelijk meer dan een half jaar eigenlijk tussen kan zitten. Kijken we nou terug naar 2000. Ook daar gaat hij eigenlijk wel geleidelijk aan omlaag. Ooit een flinke klap. Hij leeft er wat op, maar uiteindelijk blijft hij nog lange tijd dalen. En degene van 1987, ja, daar valt hij wel heel erg op. We zien het hoogste punt. Dan zakt hij wat in, herstelt een klein beetje, herstelt wat meer. En dan komt de echte harde klap. En hier duurde de hele crisis maar een paar maanden tot hij eigenlijk weer langzaamaan begon te stijgen, maar dat is bij elke crisis dus anders. En ik denk dat de kans dat het nu weer gaat gebeuren gewoon heel erg groot is.
Beleggers zien het allemaal weer heel erg positief in. Zoals gezegd, het lijkt alsof het afvlakt en dat het daar wel mee dus allemaal weer goed gaat. Dat het weer teruggaat naar het normale. Maar ik denk dat we alleen pas de eerste klap hebben gehad. En dat de tweede klap, de grote klap voor beleggers, nog moet komen. En die komt dan met de kwartaalcijfers van het tweede kwartaal. Want het tweede kwartaal is een week geleden ingegaan op 1 april. Ja, in de meeste Europese landen in ieder geval, maar ook in Amerika, is gewoon heel veel gesloten. Is bijna alles eigenlijk wel gesloten. Dus heel veel winkels zijn dicht, de omzet valt weg. Kosten zullen juist wel weer doorgaan in deze periode. En we kunnen ervan uitgaan dat dit voor de hele maand geldt. En dat dit misschien zelfs nog wel wordt verlengd. Ja, dat hangt een beetje af in welke sector je bent, in welk land. Maar mocht het dan eenmaal weer op gang komen, dan wil dat niet zeggen dat alles weer volle toeren loopt meteen. Want je zult merken dat heel veel toelevering ook heeft stilgelegen. Dus als je afhankelijk bent van andere bedrijven om een product te maken, en die andere bedrijven hebben het niet, dan kun jij je product niet maken. Ook al heb je eigenlijk alles, al je mensen bij de hand om het te maken. Dus je bent ook zeker afhankelijk van je toeleveranciers. En als dit nog veel langer gaat duren, zou het zomaar kunnen dat er bedrijven failliet gaan. We zien zelfs al in Nederland dat er kleine zelfstandigen failliet gaan. Zelfs die eerste, tweede week kunnen ze al niet overleven als je er al slecht voor staat. Dan ook al gaat de overheid je steunen op alle mogelijke manieren. Als je daar al niet op kunt wachten, dan ga je dus failliet. Maar ook voor grote bedrijven kan dit zeker het geval zijn. Al hebben zij vaak wel weer de mogelijkheid om geld bij te lenen. En juist daar wil ik in deze video dus gaan kijken naar twee aandelen. Het eerste daarvan, zoals gezegd, is Basic-Fit. En dit is dus een aandeel wat ik de laatste weken heb gekocht. Inmiddels heb ik geloof ik 80 aandelen hiervan. Maar ja, de clubs van Basic Fit zijn gesloten. Dit is eigenlijk voor de hele maand april nog. Want ik geloof dat de regels op dit moment in ieder geval tot 28 april zijn. En ik denk heus wel dat het nog verlengd zal gaan worden trouwens. Dat baseer ik dan weer op nieuwsberichten uit andere landen. Kijken we naar Oostenrijk, daar zie je dat bepaalde dingen waarschijnlijk na Pasen weer open mogen gaan. Dat zijn dan kleine winkels. Maar ook in Italië liggen de plannen van mocht het open gaan, dan zullen dat waarschijnlijk eerst scholen, misschien bedrijven zijn. En later pas eventueel horeca of evenementen. En ik denk ook zeker dat clubs bij die laatste, sportclubs bedoel ik dan, bij die laatste categorie zijn van dingen die pas als laatste open gaan, omdat daar vaak toch grote groepen bij elkaar komen. Belangrijk als we een aandeel gaan kijken, eigenlijk in alle situaties, maar zeker nu, is om naar de cijfers te kijken. Dus laten we naar die cijfers kijken van Basic Fit. Dan zien we afgelopen jaar een omzet van 515 miljoen, oftewel gemiddeld 42 miljoen euro per maand. En dat is dus het gemiddelde, de laatste maanden zal het al iets hoger hebben gelegen. Basic Fit had ook 292 miljoen euro aan kosten in 2019 en dat komt neer op iets meer dan 24 miljoen euro per maand. Die kosten waren opgebouwd uit 74 miljoen euro voor het personeel en personeelskosten zullen gedeeltelijk vergoed worden. In ieder geval hier in Nederland, het hele bedrijf ligt stil, dus ze verliezen omzet en ze kunnen daardoor maximaal 90% van de salaris gecompenseerd krijgen vanuit de overheid. En hoe dit in andere landen geregeld is, want Basic Fit heeft ook heel erg veel clubs in België en Frankrijk, ja dat weet ik niet. Maar het zal zeker een bepaalde impact hebben en ook gewoon kosten met zich meenemen die doorbetaald zullen moeten worden. De volgende grote kostenpost was 109 miljoen euro aan huur. En misschien zal hier wel een regeling met verhuurders worden getroffen, maar daar is nog niks over bekend. En tenslotte hebben ze nog 110 miljoen euro aan overige kosten. Basic Fit had eind vorig jaar 66 miljoen euro cash, dus of in ieder geval wat op cash lijkt. Geld waar ze snel dus bij kunnen. En dat is genoeg voor ongeveer 2,5 maand om alles aan kosten te betalen. Basic Fit zou nu mogelijk 150 miljoen euro willen lenen om deze crisis te overbruggen. Ze hebben op dit moment al 510 miljoen euro geleend, waarvan 250 miljoen euro bij banken. En het zou dus kunnen dat ze gebruik moeten gaan maken van die 150 miljoen euro die banken dan weer misschien opnieuw willen gaan lenen aan hun. Hangt een beetje af van de situatie, hoe lang het nog doorgaat. Ook dat is afhankelijk per land. Maar laten we zeggen dat het alles wat langer dan april duurt, dan zullen ze misschien wel op een gedeelte van dit geld aanspraak moeten maken. En hoe langer het duurt, hoe meer geld ze eigenlijk nodig hebben en zullen moeten gaan lenen. Maar ja, dit gaat natuurlijk wel een behoorlijke groei zorgen eigenlijk van hun schuld. En ondanks dat het dit misschien toch wel een beetje negatief overkomt, mensen, zo zie ik het, de zekerheid dat het eind april weer allemaal open gaat en alles terug gaat naar normaal, die zekerheid is er gewoon op dit moment nog niet. Maar als we naar de beurzen gaan kijken, juist ook dit aandeel dan, dan lijkt het alsof die zekerheid al wel gewoon aanwezig is. Want het aandeel staat gewoon meer dan 20% in de plus in de laatste twee dagen. En gisteren was dat zelfs al 15,3% in de plus. En het lijkt me dus ook gewoon dat beleggers al vooruitlopen, al ver vooruitlopen wat er gebeurt op dit moment. Want we weten nog niet eens hoe lang de clubs nog gesloten moeten blijven. Op dit moment heeft het al een impact. Nou, hoe langer het gesloten blijft, hoe groter die impact dus is. En hoe groot die impact is, dat weten we eigenlijk nog niet in de komende maanden. Dat is pas echt als het tweede kwartaal is afgesloten. Als die cijfers pas bekend worden, dan kunnen we pas zeggen,
ja, dit is het kwartaal eigenlijk waar het vooral merkbaar zal zijn. En het lijkt me dan ook dat het al meer pijn gaat doen dan het op dit moment alleen al doet. Want op dit moment hebben ze geen inkomsten. Ja, sportscholen liggen stil, er komt nog wel abonnementsgeld uit. Maar die gaan ze al compenseren en zeker als het langer duurt zal het, zeg maar, bevroren worden. Dus daar valt een gedeelte van de inkomsten weg of worden mensen gecompenseerd. En aan de andere kant, zoals we zagen, een groot gedeelte van de kosten, zoals personeelskosten en huur en dat soort dingen, zullen gewoon doorgaan. Dus het heeft nu al effect, maar het echte effect hiervan lijkt me pas in de kwartaalcijfers van Q2 naar voren te komen. En voordat we verder gaan met het volgende aandeel wat ik wil behandelen, wil ik je vragen, vind je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Op die manier weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken? En het is goed voor het YouTube kanaal, want deze video wordt dan aan meer mensen aanbevolen. En wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus wil je meer video's daarover zien, klik hieronder op abonneren, klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er dus een nieuwe video online staat. En dan gaan we nu dus verder met het tweede aandeel en dat is Carnival Cruise Lines. En ik heb al verschillende cruise lijnen eigenlijk besproken bedrijven in de laatste paar video's van de laatste paar weken, want we zagen daar flinke dalingen, ooit tot wel 90% van de koers was weggegaan in de laatste paar maanden. Maar de laatste paar dagen zien we juist weer flinke stijgingen. Kijken we dus naar Carnival Cruise Lines, dan zien we 43% in de plus sinds het laagste punt een paar dagen geleden. En rechts in het scherm zie je andere cruise lijnen, zoals bijvoorbeeld Royal Caribbean, ook flink in de plus staan. Maar laten we voor Carnival Cruise Lines of CCL dan even gaan kijken naar de cijfers. Daar zien we vorig jaar een omzet van 21 miljard, 13 miljard euro aan kosten, oftewel zeg maar 1 miljard dollar per maand aan kosten. Daarvan hielden ze dus 8 miljard euro bruto winst over, wat uiteindelijk resulteerde in 3 miljard euro netto winst. En zoals je misschien ook kunt zien, ze hebben bijna geen winstbelasting betaald, slechts 71 miljoen euro op die 3 miljard, oftewel 2,3% winstbelasting. Maar daar komen we straks nog even op terug. Kijken we dan naar het geld dat ze in kas hebben, net zoals bij Basicfit, dat is het geld waarmee ze dus een periode kunnen overleven. Nou, ze hadden op het laatste moment 518 miljoen dollar cash. Nou, we zagen net al dat de kosten 1 miljard euro per maand waren, dus eigenlijk hebben ze genoeg geld voor 2 weken. 2 weken dus waarin de cruiselijnen stil liggen om alles dan op die manier te betalen. Nou, het ligt al veel langer stil, want cruiselijnen waren een van de eerste die getroffen werden hierdoor. En CCL is dan ook zo'n bedrijf dat geld nodig heeft, veel geld nodig heeft. En dat hebben ze op verschillende manieren gedaan de laatste dagen. Ten eerste hebben ze 4 miljard dollar aan obligaties uitgegeven en dus ook opgehaald. Maar wel tegen een rente van 11,5%. Nou, dat is sowieso al heel erg veel voor een obligatie. Maar zeker als je het gaat vergelijken, 6 maanden geleden hadden ze dit ook gedaan of kunnen doen. En toen tegen een percentage van 1%. Dus op dit moment is het zelfs bijna 12 keer zo hoog, de rentevergoeding. En dat geeft maar aan eigenlijk hoe onzeker geldverstrekkers het vinden als ze geld aan dit bedrijf uitlenen. Vervolgens halen ze nog bijna 1,8 miljard dollar op met leningen die op een later moment kunnen worden omgezet naar aandelen, zogenaamde convertible notes. En tenslotte ze voor 500 miljoen dollar aandelen uitgeven, ongeveer 72 miljoen tegen een prijs of een koers van 8 dollar. En normaal zou je dit willen doen op het moment dat juist de koers natuurlijk heel erg hoog staat, zodat je volop kunt profiteren van bedrijf zijnde met het geld ophalen, want dan hoef je namelijk niet zoveel aandelen te verkopen of uit te brengen, uit te geven, omdat je met een paar aandelen al eerder dit bedrag haalt. Maar met deze koers juist op het laagste moment in weet ik hoeveel jaar, op dat moment dan aandelen uit te moeten geven, ja, dat is gewoon heel erg zuur natuurlijk, want je krijgt helemaal niet zoveel per aandeel. Je moet dus heel veel aandelen uitgeven, waardoor dus eigenlijk de aandelen die nu in omloop zijn een beetje verwateren. Dus als je aandeelhouder was in het bedrijf, dan verwatert eigenlijk jouw positie. Maar aan de andere kant, als je geld hebt, dan kun je nu volop profiteren van het bedrijf. Wel als je behoorlijk risico wilt nemen, maar oké, dat is prima. Er zijn natuurlijk bedrijven of fondsen die dat risico kunnen nemen. En eentje daarvan is Saoedi-Arabië met hun staatsfonds. Zij kopen namelijk voor 370 miljoen dollar aan aandelen. En daarmee hebben ze nu dus een 8,2% aandeel in het bedrijf. En voor de vergelijking, een paar maanden geleden hadden ze voor 8,2% van het bedrijf nog meer dan 2,3 miljard moeten betalen. Dus ze hebben zeker een goed moment uitgekozen. En dat zal ook de reden zijn geweest dat dit aandeel meer dan 20% plust op dit nieuws alleen al.
Want ja, heel veel beleggers zullen denken, als zij geld gaan investeren, dan ziet het er goed uit voor de lange termijn. Misschien komt er nog meer geld achteraan. Maar ik denk nog steeds dat het gewoon een aandeel is met veel risico. Want hoe zie ik de toekomst voor me voor CCL? Nou, op de korte termijn zal het allemaal wel goed gaan. Ze hebben dus ongeveer 6 miljard opgehaald. Dus ze hebben genoeg voor de komende 5, 6 maanden om alles weer aan kosten te betalen. Nou, hopelijk gaat tegen die tijd, is alles weer een beetje zoals normaal. En kunnen ze dus ook weer omzet maken, zodat ze in ieder geval ja, weer wat winst kunnen maken op dat soort dingen. Maar dan moet dus wel het virus weg zijn. En nog veel belangrijker, mensen moeten weer een cruise willen gaan nemen. Ik denk dat daar vooral een heel erg groot ja, iets in zit, omdat mensen misschien wel veranderd zijn in gedrag. We hebben allemaal gezien wat de impact is van een cruise. Als één iemand daar het virus meeneemt, dan zit een paar duizend man opgesloten op één locatie. Dus dat is nog wel een punt, het gedrag van mensen. Maar als alles weer normaal wordt, dan zal het wel gewoon zo zijn dat ze omzet gaan maken. Misschien minder omzet, maar in ieder geval zeker minder winst. En dat heeft er natuurlijk mee te maken dat ze dus geld hebben geleend. Wel voor de lange termijn in ieder geval. Maar ja, wel tegen heel erg hoge rentepercentages. Dus daar moet gewoon 11,5% rente worden betaald op het grootste gedeelte. Dus dat heeft gewoon heel erg veel impact op de winst die ze maken. En als je al aandeelhouder was, ja, dan is eigenlijk je aandeel dus een stuk verwaterd door die uitgifte van die nieuwe aandelen. En nu hebben ze dus genoeg geld voor de komende 5, 6 maanden. Maar dat de overheid gaat helpen, dat lijkt me hier in dit geval in ieder geval niet het geval. We zagen eerder namelijk dat het bedrijf maar 2,3% winstbelasting betaalt. En het bedrijf staat dan wel genoteerd aan de beurs in New York. Maar het is geen Amerikaans bedrijf. Heel veel van het personeel is ook niet Amerikaans. Want wat je vaak zult zien met schepen, is dat die geregistreerd staan op bedrijven in Panama of dat soort landen. Juist vanwege de belasting. En je moet dus niet verwachten dat dit bedrijf een bail-out gaat krijgen. Dat de overheid, zeker de overheid van Amerika, dit bedrijf gaat helpen. Want Amerika profiteert er eigenlijk helemaal niet zo van. En het enige wat het wel is een soort leuk en luxe product voor Amerikanen om een reisje te gaan boeken, maar voor het land of voor de economie is het niet zo heel belangrijk. En dat is dan juist wel anders bij vliegtuigmaatschappijen. Daar zul je juist wel zien dat ze op waarschijnlijk wel op steun vanuit de overheid kunnen rekenen. Ten eerste zijn het natuurlijk Amerikaanse bedrijven met veelal Amerikaans personeel. Ook de vliegtuigen zelf zijn natuurlijk vaak van Boeing bij dat soort bedrijven. Ja, Boeing is ook Amerikaans, ook heel erg belangrijk voor de overheid, voor de economie. En natuurlijk zijn vluchten ook veel belangrijker voor de economie. Je doet het niet omdat je het leuk vindt om te vliegen, maar heel veel vluchtverkeer zal ook gewoon te maken hebben met zakelijke reizen of bijvoorbeeld vrachtverkeer. En op die manier zal dus waarschijnlijk een luchtvaartmaatschappij eerder geholpen worden door de overheid dan zo'n cruise line. Al zijn bij luchtvaartmaatschappijen ook nog heel veel onzekerheden, waar ik volgens mij 2 video's geleden vertelde dat Warren Buffett nog 1 miljoen aandelen had gekocht in Delta Airlines, is juist de laatste paar dagen bekend geworden dat hij een heel groot gedeelte heeft verkocht in luchtvaartmaatschappijen. Ja, hij ziet het niet zo positief in. Hij ziet grote risico's, ook met grote luchtvaartmaatschappijen. Dus wederom, ook al lijkt het erop dat een overheid eerder garant zou staan of zou helpen, de risico's bij dit soort aandelen zijn gewoon heel erg groot op dit moment. Maar hoe zie ik dan de toekomst op de korte termijn? Nou, ik denk op dit moment dat we gewoon te hard stijgen. Af en toe heb ik nog zo'n FOMO-momentje, fear of missing out, want ik zie alles in het groen staan. En ook ik denk dan eigenlijk van, had ik nu maar meer belegd, had ik maar meer geïnvesteerd. Maar als ik eigenlijk weer logisch ga nadenken, ook met het voorbereiden van deze video, heb je eigenlijk toch heel veel punten waarop je denkt van, nee, dit kan niet zomaar zijn dat nu alles voorbij is. Er komt nog een moment waarop het veel harder, de klap veel harder aankomt. En ten eerste kan het over enkele weken al zijn als de kwartaalcijfers van het eerste kwartaal komen. Heel veel bedrijven zullen eind april die cijfers bekendmaken. En zeker de bedrijven die eigenlijk al in maart getroffen zijn, misschien vanwege toelevering, misschien omdat het eigen bedrijf gewoon al gesloten is, of in ieder geval een gedeelte van die maand gesloten is, zul je daar al in zien. Maar het echt grote effect zal eigenlijk pas komen in de kwartaalcijfers van Q2, het tweede kwartaal, dus laten we zeggen ergens in juli. Dan zullen de meeste cijfers bekend worden, omdat dan iedereen heeft in april er last van. Waarschijnlijk wordt het nog wel verlengd dat bedrijven er in mei ook nog last van hebben. En dan moet ook alles nog eens teruggaan naar het oude situatie, voordat we weer eens kunnen profiteren. Dus zoals gezegd, Q2 lijkt mij het slechtste kwartaal van dit jaar in ieder geval. En dan zien we in Amerika of in Spanje of andere landen de werkloosheid oplopen, ook vaak hard oplopen. Nou, dat heeft ten eerste mee te maken dat bedrijven het vertrouwen niet meer hebben. Ten eerste natuurlijk het personeel nu niet nodig hebben, maar wanneer ze herstellen zullen ook langer wachten voordat ze weer personeel gaan aannemen. Mensen die niet werken, die kosten de overheid geld, misschien in de vorm van een uitkering. Maar als dat niet het geval is, zoals bijvoorbeeld in Amerika, heb je zoveel zekerheden niet, dan kost het eigenlijk wel geld voor de overheid, omdat ze geen loonsbelasting krijgen. Dus op die manier lopen ze altijd nog inkomsten mis. En ook de mensen zelf,
Als je geen salaris meer hebt of terugvalt in je salaris, kun je minder geld uitgeven. Dus het is ook slecht voor de economie. En natuurlijk zullen we zien op korte termijn dat mensen nu grote uitgaven uitstellen. Misschien koop je nu geen huis, zeker geen auto. Denk je van, ik kan er beter even mee wachten. En als je thuis werkt, maak je de kilometers niet. Dus daar zie je al bij autobedrijven nu de grote impact. Maar ik denk op de lange termijn nog veel meer andere bedrijven hier ook de impact van gaan zien. En dan hangt het dus heel erg samen met, gaan we als mens zijn er nog van gedrag veranderen, zoals gezegd. Als dadelijk alles weer normaal is, ben jij dan iemand die gewoon weer op een cruise gaat stappen, naar een festival gaat met een paar duizend man, als het al mag? Of gaat er toch iets in ons gedrag veranderen en heeft het gewoon maanden of misschien jaren nodig om echt terug te gaan naar die oude situatie? En daar ben ik dus ook heel erg benieuwd naar hoe jij dat ziet. Wanneer verwacht jij die grote klap? Verwacht je dat we het al hebben gehad? Verwacht je het in Q2 of misschien nog later? En hoe denk je dat mensen gaan reageren? Zijn we van gedrag veranderd? En hoe lang duurt eigenlijk het herstel dus van deze crisis? En laat dat dus weten in de reacties onder deze video. En daarmee hoop ik dus eigenlijk weer een beetje een blik te geven van hoe ik nu de markt zie op dit moment in de toekomst. En op wat voor dingen ik let bij een bedrijf. Kijk naar het nieuws, naar de jaarrekening, kwartaalcijfers. Een beetje logisch nadenken om een beetje een inschatting dus te maken op de korte en lange termijn. En dan wil ik je daarmee bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welk onderwerp ik vaker moet behandelen. En je helpt natuurlijk het kanaal omdat deze video aan wordt bevolen. En dus meer mensen deze video te zien krijgen. En wil je zelf nog meer video's zien op dit kanaal, maar ben je geen lid van het kanaal? Ik maak elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik hieronder op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En zie ik je graag in de volgende video terug.